Dag. Het maakte de afgelopen dagen nogal behoorlijk wat uit waar je in de Alpen zat. Zat je wat meer in de Oostenrijk of aan de noordkant van Zwitserland, dan was dit het beeld. Ja, toch wel een beetje lenteachtig, blauwe luchten, veel zon. En ja, die noordhellingen die waren toch wel veelal al groen aan het worden. En onder de 1500 meter is het toch echt wel behelpen aan die noordkant. Dit is het beeld gisteren in Brixen in Talen. Ja, veelal groen en de skipistes zien er niet altijd even vrij uit. En ja, dan is het ook echt wel even de vraag hoe het er met de Pasen uit gaat zien. Maar tegelijkertijd viel gisteren een klein deel van Oostenrijk ook nog wel weer mee. Want in het uiterste oosten viel er toch weer wat sneeuw aan de noordkant. Maar het was wel echt een beperkt gebied. En ook aan de zuidkant was het beeld echt wel behoorlijk vrij... met veel, ja, toch wel veel sneeuw de afgelopen dagen. In Italië en in de delen van Zwitserland viel de afgelopen week... zomaar anderhalf tot lokaal zelfs twee meter verse sneeuw. Maar ja, dat zorgt toch echt wel voor veel grote verschillen op dit moment. Als we kijken naar de actuele sneeuwhoogte, dan zien we het ook mooi terug... Zwitserland en ook een deel van Frankrijk, dus ook de Italiaanse Alpen. Ja, behoorlijke sneeuwhoeveelheden. Veelal 1 tot 2 meter sneeuw vanaf 1500 meter hoogte. Maar zit je wat meer in Oostenrijk, ja, dan valt het beeld toch echt wel tegen. Zoals hier naast me in het tiroler Unterland. Daar, valt, of daar ligt eigenlijk nog amper sneeuw. Daar moet je echt boven de 1500 meter pas komen wil je in de sneeuw belanden. Dus ja, zeker in dit gebied gaat het nog wel even de vraag zijn of ze het ook gaan redden tot aan de Pasen. Hetzelfde geldt voor het uiterste zuiden van de Alpen. Hier meer richting Italië en de Franse Alpen. Daar valt het ook allemaal wel een beetje tegen. Dus ja, grote verschillen. En als we dan kijken naar het beeld voor vandaag, dan zien we dat het nog behoorlijk doorsneeuwt in een deel van Zwitserland en in het uiterste westen van Oostenrijk. Maar die sneeuwval gaat er vandaag snel uit. En dan krijgen we te maken met een tweetal toch wel wat drogere dagen. Er bouwt zich een hoge drukgebied op boven de Alpen. En dan is het weerbeeld vooral donderdag vrij vriendelijk en warm. In de loop van vrijdag zien we wel een koufront naderen met een paar pittige buien in vooral Zwitserland en delen van de Franse Alpen. Daar kan ook een klap onweer op zitten en zaterdag is het weerbeeld overal dan weer wisselvallig met een paar buien en sneeuw valt dan veelal vanaf 1500 tot 1600 meter. Dus die sneeuwvalgrens blijft ook wel aan de hoge kant. Zondag waarschijnlijk ook weer een iets betere dag, maar ook de langere termijn. Laat toch wel wat wisselvalligheid zien. Want als we even naar de langere termijn kijken, dan zien we hier nog die hele mooie donderdag terug. Maar we zien ook dat koufront in de loop van vrijdag passeren. En vooral die zaterdag een opleving van een aantal buien. Misschien ook wel met een klap onweer. Weer opgevolgd door een wat mooiere zondag. En ook na het weekend houden te maken met een stroming uit het zuidwesten tot zuiden. Met geregeld wat storingen, buiengebieden, maar ook hele mooie momenten. En omdat die wind dus uit het zuiden blijft waaien, is het ook vaker veel. Ja, toch wel echt wel aan die hele warme kant hoor. Kortom, het is dus de komende dagen flink warm en mooi weer. Vooral donderdag temperaturen in de dalen van 15 tot zelfs lokaal 20 graden. Het weekend verloopt toch wel weer een stuk wisselvalliger. En ja, de langere termijn, het blijft aanhoudend zacht en wisselvallig. Er zijn dagen waarbij het dus af en toe flink kan doorregenen of sneeuwen boven de 2000 meter. Maar ga je wat lager zitten... Daarom is dit toch wel veelal het beeld. Ik vraag me ook echt wel af of sommige skigebieden, zeker in Oostenrijk, het gaan volhouden tot de Pasen. Dat beeld is in de Italiaanse Alpen wel een beetje anders, boven de 1500 meter. Zit het daar allemaal wel goed? Maar ga je richting Oostenrijk, dan is dit waarschijnlijk het beeld. En dan zul je toch echt wel hoger op moeten zoeken. Ik wens u een fijne dag.